Oké. Hartelijk welkom weer bij de oude jongens. Het is volle bak. Thijs had zo'n formatie met die twee verkenners. Hoe kan het uitpakken? Ja, leuk hè. En dan en wie er dan als vervanger komt. Hoe hebben jullie daarnaar gekeken? Met verbazing en irritatie. Ja. Dit kan niet. Dat is wel poppenkast van de allerbeste soort hoor inmiddels. Nee, luister eens Thijs. Als jouw vrouw jou zou bedriegen... Ja. En die zou zeggen van, nee hoor Thijs, ik heb geen ander. En een week later zegt ze van, ja nee, ik heb er toch wel een actieve herinnering aan. Ik heb het toch wel met een ander gedaan. Dan zeg jij niet van, nou ik keur het af, maar blijf maar. Dan is het vertrouwen weg en dan is het richting de voordeur. Ad, aan de andere kant, als al mijn gesprekken die ik gevoerd heb, informeel overal, als die openbaar gaan worden, wat ik daar over mensen gezegd heb, dat doen we allemaal al eens. Nou, dan kan ik me de rest van mijn leven gewoon opsluiten daar. Maar wat probeer je nu te zeggen? Dat jij goed praat? Dat daar ook gewerkt wordt natuurlijk. En dat daar aantekeningen gemaakt worden. En dat er een ambtenaar is die dat dan even op papier zet. En dat we als verkenners rekening moeten houden met de verdeeldheid van het CDA. Dat we er rekening mee moeten houden dat die partij dat wil en dat wil. En dan kun je wel zeggen, we gaan niet over mensen praten. Maar Thijs, natuurlijk doe je dat. Dit had ik nog nooit van jou verwacht. Nee. Nee, kom op. Nee, maar hij is politiek verslaggever geweest en nog steeds trouwens. Ja. Ik ben het geweest en je weet gewoon in die achterkamertjes, in de beslotenheid, worden er natuurlijk gewoon de dingen geregeld. En er gebeuren de meest walgelijke spelletjes, alleen het komt nooit naar buiten. Maar nu is het naar buiten gekomen. Nu rolt het naar buiten en nu ziet iedereen hoe verschrikkelijk vuil de politiek is. En waar het nu natuurlijk over gaat, is dat er eerst ontkend is. Dat is het verhaal. Het is een leugenaar. Ik zeg het heel klip en klaar. Apolitiek, het is een leugenaar. Op de VVD vinden alle partijen dat. Dus daar heeft hij die motie van afkeuring ook van aan zijn broek gekregen. En ik vind dat deze man moet opstappen. Nou, we hebben in ieder geval een verkenner, Cenk Willink. Meer zat er niet in, kennelijk. 76 jaar talentje. Zo is het. Oh, dat is die 50, van Schermburg. Dat is die 50 plus tweet van de dag. Ik vind het prachtig dat na de plannen om de senioren uit te sluiten of gewoon dood te laten gaan, doorhoudt, dat een man van 79, Cenk Willink, dus informateur is geworden. Dat vind ik mooi. Tweet van de dag gisteren. Ik had hem nog te jong ingeschoten. Wouke van Schermburg. En ondertussen in Dordrecht. Over een jaar zijn hier verkiezingen. Ja, en dan gaat D66. Nee joh, er gaan al veel eerder verkiezingen. Ergens in oktober moeten we toch weer naar de stembus. Want nu? Dit jaar in oktober? Natuurlijk, voor de Tweede Kamer opnieuw. Ja, voor de Tweede Kamer. Hebben we eerst nog... Ja, maar Cenk Willink en consorten, daar komt natuurlijk niks van. Dit wordt maandenlang gezeik en gezeur en hele zomer. Nou, ik hoop niet dat er nieuwe verkiezingen komen. Nou, dat is onvermijdelijk. Ja. Ik wilde even lokaal, jongens, D66. Komt er niet. D66, jongens, lokaal. Oh, daar was toch wat mee? Ja. We weten dat er ellende was, maar we weten nu ook dat er nog steeds ellende is. Nou, eigenlijk wisten we door de vorige uitzending al, want jij hebt toen, naar aanleiding van de verkiezingsuitslag, toen aan Paul Lats van D66 iets gevraagd, maar toen kwam het precies aan het eind. Ja. Kun je een stukje nog even zien? En het gedoe is voorbij binnen uw partij nu. Daar gaan we aan werken. Ja, nou dat stukje, dat bedoel ik dus. Ja. En toen zeiden we tegen elkaar, er is steeds gelonder. Precies. Ja. Dat is wel naar buiten gekomen nu. Hè? Ja, wat moet hier nu gebeuren? Ja, ze laat ze het lekker zelf uitzoeken. Ja. Als jij als partijgenoten onder elkaar je eigen partij wil gaan zitten beschadigen, nou dan moet je dat toch lekker doen. Ja, zo even kijken hoe dat gegaan is bij Nieuwsuur. Ja, Osman Bosugoy, die heeft bij Nieuwsuur. Die zat daar dus. Op 9 maart. En die zat daar, ja precies. Ja, die zat er om onze landelijke lijsttrekker Kaag een handje te helpen. Nou, als je zo geholpen wordt. Ja, nou maar even kijken. Ik was heel blij met mijn raadslidmaatschap, maar anderen binnen D66 niet. Dit kreeg ik onder andere te horen. Je hoort hier niet. We zijn geen Denk66. En neem je Turkse zetel mee en ga weg bij D66, werd er geroepen. U voert stevig campagne tegen discriminatie. Maar ondertussen ben ik in onze fractie en afdeling gediscrimineerd op mijn afkomst. Ik voel me daardoor niet veilig binnen D66. Thijs, nog even in de herhaling. Hoe ging dat met D66 toen? Ja, dat was gewoon een hoop glazen. Ze hadden tientallen mensen hadden ze een gratis lidmaatschap gegeven. En dan vervolgens werd er een soort coup gepleegd. Het afdelingsbestuur werd afgezet door een nieuwe club. Er kwamen vervolgens mensen met een Turkse achtergrond op de lijst terecht. Die kwamen niet op een verkiesbare plek, maar die kwamen via voorkeurstemmen alsnog in de raad. Nou, toen is klaarblijkelijk in de emotie het een en ander geroepen tegen elkaar. En de mensen van Turkse afkomst voelden zich gediscrimineerd. En ontstond een enorme hijsa. En het landelijke bureau van D66 is toen te hulp geroepen. Van we zitten in de penarie, we komen er zelf niet meer uit. Onderzoekscommissie van Francesca Ravenstein. We hebben er nooit meer wat van gehoord. Nee.
En het is nog niet voorbij, kennelijk. Nou, mag de onderzoekscommissie van D66 mag dan opnieuw van start worden. Nou ja, maar hoe moet het, zeg maar even staatsrechtelijk? Want er zijn nu twee D66-fracties. Ze claimen allebei de naam D66. Ja, ik zei... Dus Loekemeijer en Tibos. Ja. Ik zei vanmiddag al van, wil de echte D66 opstaan? Een beetje het spelletje van wie van de vier in dit geval. Ja. Staan we op. Maar kijk wat je net zag, dat programma van Nieuwsuur. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ja. Ik bedoel, hij kruipt in een slachtofferrol. Hij beschadigt zijn eigen partij. Hij beschuldigt mensen van discriminatie. En dan vindt hij het gek dat Denk 66 wordt genoemd. Nee, maar hij haalt ook een oude koe van 3 jaar geleden uit de sloot. Wat wil hij daar nou mee winnen? Nou ja, hij zal wel een hele nobele gedachtegang gehad hebben. Dat hij zelfs want de discriminatie zijn eigen partij aan de kaak wil stellen. Ja, maar dit is bewust. Kennelijk hebben die beide stromingen elkaar nooit een hand kunnen geven de afgelopen jaren. Nee, dus en is het gedonder nog even goed aan de hand. Maar dan ben ik benieuwd hoe dat zich vertaalt volgend jaar naar de verkiezingen. Oh, ja, zeker. Dat weet zeker. We. Dan maken wij ons druk om de happy few die de politiek volgen. Maar de meeste mensen... Helemaal geen kijk op. De rest van de wereld, corona, de terrassen. Ja. Burgemeesters riepen vorige week van de grote steden van zo snel mogelijk de terrassen open. Een uitspraak die ik al niet begreep. En dan zag je gelijk Roland Heijer, VVD, hier erachteraan van Kolf. Kom op, gooi die terrassen open. Ja, ja dat viel mij ook op. En toen al die burgemeesters, ik twitterde toen nog even. Van, wat denkt onze burgemeester er eigenlijk over? En de gekke, hij zegt niet zoveel, hoewel hij zei wel dit. Er zijn lijstjes waar we wel graag bovenaan willen staan, maar deze niet. Dit ziet op de hoeveelheid besmettingen per 100.000 inwoners. Dat waren er vorige week in onze regio ongeveer 400 per 100.000 inwoners. In totaal ruim 1.600, 1.700 positief geteste mensen. Dat is echt veel te veel. Ja, dat is van heel gek. Eerst voer je de foute lijstjes aan. En dan de roep om de terrassen. Snap je het hij houdt het in het midden. Dat merkte ik op Twitter al. Hij is er niet voor, maar hij is er niet tegen. Dus hier is onze burgemeester niet echt duidelijk hoor. Of hij die terrassen nou open wil of niet. Trouwens, de situatie overigens over de corona. Nog even vasthouden aan de corona. Die is dus wel heel ernstig. Hè? Want wij zijn ongeveer de meest donkerrode vlek van Nederland. Ja. Zo langzamerhand dit gebied. Ja, hoe zou dat komen? Ja. Omdat een belangrijk deel van de Bijbelbelt dwars door Zuid-Holland-Zuid loopt. En er nergens zoveel besmettelingen zijn als in de kerkelijke en gereformeerde kringen. Nee. Ik vind het toch wel triest. Dat is dan niet hier, maar wel een stukje verderop. Dan heb ik het echt over Arningsveld, Giessendam, Sliedrecht. Nee, ik wil hem even duiden wat ik nou zo triest vind, is dat deze mensen kunnen hun geloof hebben. Ik gun ze hun geloof. Alleen dat je daardoor je medemens zeg maar dan in gevaar brengt. Hè? Dat je de kans op besmetting daardoor groter is door massaal in die kerken te gaan zitten. Dat vind ik een beetje van een bedenkelijk allooi. Ja, ik wilde jullie even een gewetensvraag stellen. Wat had er gebeurd geweest als het de islamitische gemeenschap was die gezegd had van... dat is ons geloof en de moskeeën open. Wat had er dan gebeurd in Nederland? Of hier in ons gebied? Ja, dat was er veel meer heisa geweest. Hoewel het nu ook wel behoorlijk wat heisa is over een betrekkelijk kleine gemeenschap. Hè. Er gaan 17.000 mensen geloof ik in die oud-gereformeerde kerk. Ja. 17.000 mannelijk. Het gaat om de regels, Thijs. Ja, natuurlijk. Ik vind het ook verschrikkelijk. Ik bedoel dat die mensen elkaar onderling willen besmetten. Nou ja, oké, omdat God dat wil, hè, zegt de dominee ook. Van, je mag je ook niet van laten vaccineren. Ik denk, jongens... Je mag het allemaal vinden, maar blijf dan in hemelsnaam ook weg uit de winkels zij blijven niet en in die andere kerken. Plekken, want daar kom ik en ik wil niet door die lui besmetten. Dat geldt natuurlijk ook voor die arme kinderen die naar school moeten. Ja. Wat dus moet zij je blijven dan? Niet in die kerkelijke bubbel hangen. Nee, dat kan niet. Ze komen ze uit. Gewoon met jouw aanraking, met mijn aanraking. En dan denk ik van, even wegwezen. Ja. Hebben jullie de Kromhout gevolgd van de week? Er ligt weer een plan, hè? Ja, er is ook wel een hoop heisa over dat plan natuurlijk. Het is ook een plan waarbij je denkt van, jongens, wat gaan we daar nou allemaal weer doen? Hoe groot komen is die overlast daar nou werkelijk? Zuswachten. Geen idee. Zuswachten, moet je dus voorstellen. Er komen zuswachten om de overlast te... Dus er zijn mensen die komen... Als er dus herrie is, want dan loopt er weer zo'n dronkaard daar te gillen of mensen te bedreigen. Als een zus. En dan komt de zus en die zegt... Sst, sst. Ja. Ziet voor je? Sst. Ja.
Nee. Ja, dan komt de buurtkamer en we gaan koffie drinken op het Schepperplein. Ja, we gaan koffie drinken. Ja, nou, dan gaan we dus ook zoiets fraais. Dan gaan we dus iets wat in de vogelbuurt prima werkt. Dan zeggen we, oh, weet je wat, kopiëren we dat naar het Friesenplein. Jongens, even, ja, daar Partij van Arbeid en het CDA, die zien dat ook niet zitten. Die plannen, nou, die zien die plannen wel zitten. De burgemeester krijgt het voordeel van de twijfel. Maar er moet nog een uitvoeringsplan aangehangen worden. Want ja, die partijen die geloven niet dat dat goed komt. Eerst maar eens even naar het CDA kijken. Er staat eigenlijk niets in over wat wanneer wordt uitgevoerd. En er staat ook in het plan wat wel geld gaat kosten. Maar er wordt niet geregeld dat dat geld dan ook beschikbaar komt. Nou, dat is dus de financiën, maar waar het om gaat. Er is dus kritiek uit de gemeenteraad. Ja, ja, dat kan hij toch niet. Dat vindt hij niet fijn. Dat vindt hij niet fijn. Nee, dat vindt hij niet leuk. Nee. Maar ja, goed. Maar goed. Hij voelt zich eigenaar van het probleem, dus dan zal hij het ook op willen lossen. Ja. Ja, hij is van de week wel, vorige week is hij wel in spijkerbroek met de kleine meid. Ja, heb ik begrepen. Eventjes door de wijk gewandeld. En hoe kwam dat, Thijs? Hoe dat kwam? Zeg het maar, eerlijk. Omdat ik tegen hem gezegd had van, strek, doe je stop, dat is af en ga eens een keer de wijk in. Nou, ik moet zeggen, nou, ik ben zijn adviseur niet, maar ik ben wel blij dat hij het gedaan heeft. Ik denk hij zelf ook. Dit is toch armoedig? Hij doet het wel vaker trouwens. Dit is toch armoedig? Voor de derde keer, dit is toch armoedig? Hoezo? Wat is dat jij dan twittert van, of appt, weet je wat je moet doen? Ga gewoon eens zonder stropdas en spijkerbroek. Dat heb ik niet gezegd, maar ga zonder stropdas. Ga eens door het Kromhout wandelen. Dan gaat hij met zijn dochter. Ik beveel dat alle politici en bestuurders aan. Van, doe dat dus wat vaker. Ja. Ga gewoon. Ja, maar daar kun je toch zelf op een gegeven moment ook wel eens op. Je bent burgemeester. En ik vind Wouter Kolff, ik vind het een sympathieke man. Maar kom op. Ik bedoel, hij heeft toch genoeg bagage om dan op een gegeven moment ergens te kunnen denken, misschien moet ik eens zonder stropdas die wijk in en gewoon eens met mensen praten. Maar dat doet hij af en toe al hoor, uit zichzelf. Hij woont er vlakbij, hè? Hij woont er tegenaan. Ja, woont er vlakbij. Dus hij kent die wijk redelijk goed, zegt hij. Nee, maar hij is in actie gekomen nadat jij... Nou... Nu ga je het bagatelliseren. Je wilt alle eer naar mij toeschuiven. Nee, ik vind het armoedig. Maar goed. Oké, jij vindt het armoedig. Nou ja, goed. Okay. Nee, armoedig. Dat hij op dat idee komt nadat jij hem erop geattendeerd hebt. Hm. En misschien had hij dat idee al. Nee, is maar even mijn opmerking. Nou, ik geloof, als ik jouw verhaal zo hoorde, geloof ik niet dat hij dat idee had. Ik kan niet in van de burgemeester kijken. Ik ken zijn agenda ook niet. Misschien was hij al lang plan met de kleine meid uit te gaan wandelen. Je bent toch niet stiekem zijn woordvoerder of zijn... Dat zou leuk zijn voor de complottheorie. Ja. De journalisten zijn een verlengstuk van het lokale bestuur. Nou ja. Zelfs die oude mannetjes. Eén ding is duidelijk. Hij vond het allemaal... Nee, één ding is duidelijk. In dit geval vond hij die raad maar last pakken. Want hij wilde gewoon door. Nou, laat me even kijken. We hebben hem. Oh. En daarachteraan dan de Partij van de Arbeid fractievoorzitter Cor van Verk. Over de houding van de burgemeester. Maar eerst Kolff zelf. Laat ik me nou niet uiten over hoe men daar politiek tegenaan kijkt. Ik wil gewoon aan de slag in die wijk. U heeft daar wel mee te maken als voorzitter van de raad. Ja, zeker. Nee, daar heb ik mee te maken. Maar er ligt een motie, die is nu weer doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. Ik ga in de tussentijd niet wachten op wat daarmee gebeurt. We gaan aan de slag met de wijk. Nou, het spetterde eraf, hè, meneer Van Verk. Het gezicht van de burgemeester, verantwoordelijk voor het plan van jongens. Ook dat nog een keer. Ja, de non-verbale uitstraling was heel goed zichtbaar. Waarbij je de gedachte kon lezen van, wat een gezeur en moet dat nou en het kost al zoveel capaciteit, laten we gewoon gaan beginnen. Vindt hij niet leuk, hè? Vindt hij niet leuk, die burgemeester? En er is de laatste tijd heel veel commentaar. Het was, een terechte vraag van jou. Ja. Maar goed, daar moet de schaduwspindokter die hier aan tafel zit, moet daar ook maar zijn licht over laten schijnen, Thijs. Misschien moet jij eens open kaart spelen. Maar neemt de kritiek toe op, Kolff, als het gaat om zijn manier van communiceren met de stad en met de raad? Nou, ik hoor wel inderdaad wel een paar raadsleden die er wat moeite mee hebben. Ja, omdat hij af en toe een tamelijk strakke houding aanneemt. Goed, het is een bepaalde stijl. En dat je daar niet tegen kan, dan word je kriegel, hè, zoals je net... Ja, maar het is een beetje een hoofdpijndossier antwoorden voor hem. Hij kan er niet goed een weg in vinden. Ik vind hem een beetje de stijl hebben van Opstelten als burgemeester. Oh, vreselijk. Zo van, u heeft gelijk, maar we gaan het toch niet zo doen. En ik vertel u later wel waarom. Ik hoop niet dat het die kant op gaat met hem. Maar dat zie ik ook niet zo gauw gebeuren. Maar wat hij aan zijn broek heeft, is natuurlijk een misselijk dossier. Want laat me wel zijn, het gros van de mensen woont daar echt niet met tegenzin op. Want het valt allemaal wel mee. Er is een kleine groep mensen die er behoorlijk standpijn maakt dat het daar zo vreselijk is. En die mensen hebben gelijk, er is sprake van overlast. En die wordt gewoon veroorzaakt door cliënten van een aantal instellingen die daar zitten. Leger des Heils met name. Ja.
Als je het probleem wil weghalen, moet je het leger de zeilen weghalen. Maar zeg je nou, Thijs, nee, dat, ja, die mensen het onder, dat... zeg je nou dat die mensen het onder een vergrootglas leggen? Wie? Nee, dat hoor het actiecomité. Ik jou zeggen. Nee, zeg jij, Thijs, hier aan tafel, ja? Het is een kleine groep mensen. Ja? En de minderheid. Een minderheid, ja. En die leggen die problematiek onder een vergrootglas, waardoor het allemaal wat erger lijkt dan het is. Ja, daar heeft de minderheid ook baat bij natuurlijk. Want als je het probleem opblaast, dan motiveer je de politiek om er wat meer aan te doen, hè? Nou ja, kijk. Ja, dat is, iedereen komt op voor zijn eigen belang, dus dat neem ik mensen niet kwalijk. Dan... Alleen het is wel de taak van de journalist om het even te doorgronden. En de burgemeester, die ook door de wijk loopt en dan ook persoonlijk ontdekt van... Hey, valt eigenlijk best wel mee. De meeste mensen wonen hier best aan tevreden. Nou, maar ja, het gaat probleem opgelost worden. Nee, het probleem is pas opgelost als je gewoon de instanties die de overlastgevers aantrekken, als je die weghaalt of voor een groot deel weghaalt. Ja. En dat is leuk. Maar die speelt al jaren. Die is al jaren aan het lobbyen bij al die gemeentes. Neem nou een paar van die mensen op. En al die gemeentes die denken allemaal, houd ze maar lekker in het bord. Ja, ik snap het. Precies. Beetje... Nou, het wordt vervolgd. Zeker, want er komt een taskforce, noem het allemaal maar op. Er komt een nieuwe alcoholwetgeving, zodat het overlastgebied wordt, zodat Kolf kan verordeneren dat er niet meer gedronken mag worden, enzovoort, enzovoort. Hebben jullie een beetje geloof in dat dit plan wel gaat werken? Nee. Als iedereen meedoet? Nee? Nee. We gaan het zien, hè, over een jaar. Precies. Ja. Het is tijd voor Picobello. Oh ja, dat is waar. Picobello, want wat is er aan de hand? Er is weer ergens een blunder gemaakt. Die keer de reus, hè, Thijs? Ja, waar je flap over? Ja. En snel een beetje. Ja. Daar gaan we. Welke reus, Thijs? Let op. We hebben Hanneke van Dordrecht. Wat geweldige beeld, bijna 20 meter hoog. Dat gaat uitkijken over de drie rivierenpunten. Dat zit hier. En Hanneke die komt dan hier op de punt van de stadswerven te staan. En dan brengt zij, die grote schaal, zij brengt een offerande aan het water, waar Dordrecht zijn wel wat aan te danken heeft. Dus nou, daar komt ze dan. Maar er kwam een heel rap verhaal toen, hè, van ja, kan dat daar wel? Want ja, radarverkeer, scheepvaartverkeer, heel druk hier. Dus nou, onderzoek, Rijkswaterstaat zegt tegen TNO, onderzoek dat eens even. TNO komt dan met een rapport en TNO zegt, nou ja, er kan inderdaad wat verstoring gaan plaatsvinden door dat beeld. Dit zijn de resultaten van ons onderzoek. Ja. Rijkswaterstaat zegt, nou, dat is een helder verhaal. Wij adviseren om dat niet te doen. Nee. En als de gemeente Dordrecht zegt, we zetten het plan wel door en laat Hanneke hier staan, dan willen wij dat de gemeente Dordrecht aan de zijde van Papendrecht een nieuwe radarpost neerzet van 1 à 1,2 miljoen euro. Nou, de gemeente Dordrecht gaat dat niet doen. Toen dacht ik ineens van, goh, er loopt hier binnenkort ook een brug. Ik weet niet of ik hem helemaal goed teken, maar daar komt de Prins Klausbrug te liggen. Dat is dat fiets- en wandelbruggetje wat de stadswerven gaat verbinden met de Riedijkshaven. Dan dacht ik, maar dat is toch een gigantische metalen constructie. Waarom kan dat beeld niet? En die wel. Ik belde TNO, ik heb de onderzoeker persoonlijk gesproken, die zegt, ja, maar dat heb ik helemaal niet onderzocht. En zeg ik stuitte op een gegeven moment al vroeg op het feit van, hey, er komt naast dat beeld ook een brug. Ja. En toen heb ik nog gevraagd aan de opdrachtgever, de gemeente Dordrecht, door het museum geloof ik zelfs, als cultuurafdeling van de gemeente, moet ik dat ook niet onderzoeken? En toen was het antwoord van de gemeente Dordrecht, nee, dat hoef je niet mee te nemen in onderzoek, want de brug is een gegeven en het beeld, dat is nog onzeker of het er komt. Ja. Nou, een belachelijke redenering, maar goed, Rijkswaterstaat zegt vervolgens, ja, er is misschien ook wel iets fout gegaan, want ja, we hadden eigenlijk bezwaar moeten maken tegen de bouwvergunning voor die brug. Want ook wij zien, wat is namelijk het probleem? Er staat hier in Zwijndrecht, staat er een radarpost. En dat is de enige radar die dus echt het wantij inkijkt. Oh, en die brug gaat alles die tegen. Die brug die maakt dit hele wantij tot een totale blinde vlek. Ja. Gaat dit een rel worden, Thijs? Nou ja, ik zeg tegen Rijkswaterstaat, dan kan je voor 1,2 miljoen kan je het oplossen hier. Maar dan komt de aap uit de mouw, dan blijken ze het met een paar cameraatjes af te kunnen. Nou, als ik hier in de politiek zou zitten, of ik zou me beijveren voor dat beeld, dan zou ik hier eens goed induiken, want dit is een heel raar verhaal. Dit is een heel gek verhaal. En hier is in ieder geval geblunderd. Ja. En waar weet ik niet, maar er is geblunderd. Oproep aan de gemeenteraad, zij die zitten te kijken. Ja, maar... Wat gaan we doen? Nee, maar ik kijk je aan, want een fan van jou, je hebt een fan, Werner Pap heet hij. Die man heeft nog een boek geschreven over transport in Dordrecht. Die heeft een mailtje gestuurd.
Ik weet niet, moet je eens in je mailbox kijken. Ja, ik heb hem gelezen. Heb je gelezen? Ja, nou, gelezen. Weet je wat hij bedacht heeft? Ja, zeg maar, ik weet het. Hij zegt, als die Hanneke daar nou weg moet, dan heb je hier toch een kraambaan? Ik zeg, ja? Hij zegt, als je nou Hanneke op die kraambaan zet, en die laat je af en toe eens naar het water toe rijden met haar offeranden. En dan als het mistig is of het is donker. Dan zie ik al die toeristen daar al staan te wachten. Het wordt een attractie. Totdat Hanneke naar de waterkant rijdt. Ik vind een soort changing of the guard. Als Hanneke dan toch niet hier mag, dan denk ik dat het een briljant idee is. Ja. Om Hanneke op de rails van de kraanbaan heen en weer te laten rijden. Leuk, Thijs. Dat ze zich terugtrekt op het stadswerven tussen de gebouwen. Dat ze het radarverkeer van de scheepvaart niet verstoort. Ja. En dat ze naar voren komt op de momenten. Ja, dat iedereen vrij zicht heeft en je de radar ook niet zo hard nodig hebt. Overigens, in dat onderzoek van TNO hebben ze ook nog vergeten om de radar van de schepen mee te nemen. Want het is wel leuk dat je de walradar van de Rijkswaterstaat bekijkt, van wat is het effect. Onduidelijk onderzoek, ik ga je ook niet vragen wat die onderzoeken gekost hebben. Het is ook wel handig om er mee te nemen dat ook alle schepen zelf beschikken over een radar. Nou, dat is niet meegenomen. Een docent van het Scheepvaart- en Transportcollege zei tegen mij, het is een flutonderzoek. Ja. Nou, heb ik Gerard Lenting vanmiddag aan de telefoon gehad. En die zei tegen mij, nee, luister, dat verhaal wat je net vertelde, dat staat aan het eind van dat rapport. En zij zeggen van, nou, dat beeld wat ik daar wil plaatsen, dat zou de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Ja. Dus ze hebben wel die berekening gemaakt van die brug. Alleen, zou dat beeld erbij komen, dan zou dat de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Ik heb het inmiddels tot in detail uitgezocht. Het probleem is, die brug is een vlak geheel. Ja, maar, en dat vlak geheel, daar kun je precies van zien hoe het kaatst op de radar. En het beeld is diffuus. Dat is rond. Ik vind het een heel plausibel verhaal wat je vertelt. Alleen ik hoor van Gerard Lenting een ander verhaal. En mag ik je eraan herinneren? Vroeger stond daar een hele grote blauwe kraan met meer metaal in zich dan dat beeld wat nu geplaatst gaat worden. Daarna stond die baankraan waar nog eens een keer een metalen kraan op stond. Met andere woorden, toen is er nooit gesproken over moeten daar een extra radar hebben, want die kraan met het vele metaal die verstoort dat radarbeeld. Nou jongens, hier komen we nu niet uit. Ik stel voor, gemeenteraad, pak het op. Het is heel simpel hoor. Het beeld is rond. Het zijn allerlei rondingen. En alles wat jij beschrijft, het zijn allemaal rechte vlakke stukken. En daarin de weerkaatsing van een radarsignaal op een vlak stuk, die kun je precies berekenen. Omdat het vlakke stuk, die brug die ligt daar, alles is te berekenen. Maar zo'n rond beeld, dat kan alle kanten op. Ja. Okay, maar jongens, vinden jullie het erg als ik er geen touw meer aan vast kan knopen, maar dat ligt aan mij. Ja. Gemeenteraad, pak het op, naar het college ermee. En dan over 14 dagen uitsluitsel van het college, even snel onderzoek. Nog een onderzoek. Nu genoeg geld uitgegeven. Dat beeld komt er dus niet, punt. Even een quickscan. Je bent nog steeds niet zo'n fan van nee, beeld, ik ben, nee, ik zou dit vertellen. Ik zou het hartstikke leuk vinden inmiddels als het beeld er wel zou komen. Ik vind dat andere idee, hè, dat ze dan iedere dag het offer naar het water brengt, op die de kraanbaan, dat vind ik een fantastisch idee, maar het gaat gewoon niet gebeuren. Ik heb me net nog laten keuren, we gaan naar het volgende onderzoek, FC Dordt, ook het zoveelste, het stadiononderzoek. Kom maar op, al of niet in combinatie met woningbouw. Ja, als Hanneke er niet komt, dan komt het stadion er zeker niet. Hè? Weer niet, hè? Dit onderzoek. Alweer het zesde niet. Onderzoek, geloof ik. Het zesde stadionplan het sneeuwt. Ja, dit kon je natuurlijk op je klomp aanvoelen, jongens. Sociale huurwoningen als financiering van een stadion. Ja. Ik dacht gelijk al, sociale huurwoningen, maar die kosten toch juist geld? Dat brengt toch geen geld op? Ja. Dus daar komen we dus ook uit. Het is en dus weer het zoveelste onderzoek. En weer een flinke douw voor de FC Dordt natuurlijk. Weer publiciteit, gaat weer niet door, heeft weer geen zin. Weet je, ik ben inmiddels al dit ding sportief afstoffen. Sportief gaat ook wel niet even goed met de club. Dus, weet je waarom ik dit afstof? Vertel. Dit interesseert me geen hol. Want? Nou, het interesseert me gewoon geen hol. Die voetbal. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Iedere keer weer hetzelfde geneuzel, hetzelfde gezeur. En het is inderdaad, wat Pijs dan zegt, stadion Fata Morgana.
Moeten we daar nou echt iedere keer over hebben? Ja, er liggen nu zoveel plannen waar dat stadion ingeschoven kan worden. Parkplannen, spoortracés, noem ze allemaal maar op. Met Meccano en dan weer een stukje park. CDA die zich zorgen maakt dat de breedtesport eronder zal leiden onder heel dit gedoe. Het is heel simpel. Als de meerderheid van de Dordtse gemeenteraad het wil, dan komt zo'n stadion er. Maar dat is dus niet aan de orde. De meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht wil nooit geen ruimte moeten komen geweest voor het voetbal in Dordrecht. Ah, dat tot ontken ik. In de tijden van DS79 zat het stadionnetje propvol en had iedereen. Weet je wanneer de draagvlak was? In welk jaar was het dat ze zeg maar promoveerden naar de Eredivisie? Nou, dat is ook nog maar een paar jaar of zes geleden. Dat is niet zo gek Ik weet nog dat ik op Statenplein stond, s'avonds. Ja. Al die hossende massa. Ja. En dan denk je, ja, toen was het draagvlak. Werden ze op het stadhuis ontvangen door Piet Sleking. Weet het allemaal heel goed. Maar het is toch helemaal snel daarna doodgebloeid. En ik durf het te beweren. Het heeft altijd zo op zijn golfbeweging. Altijd. Nou, ik zeg alleen dat er geen draagvlak is in deze stad voor SC Dordrecht. Het is nu armetierig en het lijkt amper nog draagvlak te hebben. Maar er zijn echt periodes geweest, daar zat het vol en dat iedereen wilde er onderdeel zijn van het succes. En ik denk dat het bij veel politieke partijen onderdeel wordt van de discussie over het nieuwe verkiezingsprogramma voor de komende jaren. Dat er toch enige ruimte komt voor garantstellingen, voorzichtig subsidiëring, financiering. Luister beste mensen, als dit programma over 5 jaar nog bestaat, hebben we het over 5 jaar weer over. Weet je nog dat stadion en dan houd erover op. Oké. Zullen we het over de familie Wijs hebben? Een serieus, Arpad. Vreselijk verhaal. Dat is echt, ja. Dat is de voetbaltrainer. Arpad Wijs was toptrainer. Ernst Happel, die kennen mensen wel. Trainer van Feyenoord. Man wordt geëerd, hè. Ernst Happelzaal in de Kuip. Een straatnaam Rotterdam. Hij was trainer van Bologna en Inter geweest. Ja. Hij moest vanwege Mussolini weg. Hè. Ja. Geen Joden daarin, dus hij is gevlucht. Kwam in Nederland. Dacht hier wel onderdak te kunnen vinden. En vond hij ook. En DFC nam hem aan. Een Italiaanse toptrainer in huis halen. Ja. Hij zorgde er ook voor dat DFC niet degradeerde uit het hoogste van het allerhoogste niveau. En toen kwamen de Duitsers. En ja, een beroepsverbod voor de Juden. En toen stond hij weer werkloos langs de kant. Maar het werd nog veel erger. 42. Hij woonde aan Bethlehemplein 22 woonde die. En daar is hij toen met vrouw en kinderen is hij in 42 weggehaald. En de familie is vermoord. Ja. Jij was bij het leggen van de 4 stolpersteinen. Ja, voor de dat familie, kan ik me nog voor het gezin. Een paar jaar geleden. Hebben die reportage zijn we tegengekomen. Dat is een paar jaar geleden. Kunnen we een heel klein stukje kijken. De man die Arpad Wijs weer uit de vergetelheid haalde was Arie Heijstek, oud-voorzitter en archivaris van de voetbalvereniging DFC. 10 jaar geleden ontdekte hij ineens die vergeten trainer van het begin van de oorlog. Voor mij is het de afgelopen 10 jaar, want ik heb er 10 jaar aan gewerkt, een heel bijzonder mens geworden. Vergeet niet dat in 2006, toen ik eraan begon met het DFC-boek, toen kende ik hem eigenlijk niet. Alleen maar van een foto uit de DOC-kantine van heel vroeger. Dan zag je hem opstaan, maar verder zei me dat helemaal niks. En laten we eerlijk wezen, een hoop mensen wisten nog ineens in 1960 hoe het eigenlijk was met die hele Holocaust. Begrepen dat de FC de plaketten wil adopteren, maar toch weer een andere bestemming voor gezocht worden. Hè? Nou, er zit al een hele mooie herinneringsplaquette aan de muur. Want dat weet ik nog omdat ik die reportage toen gemaakt heb, waar je net een stukje van liet zien. En ik weet ook die stolpersteintjes zitten daar waar de familie is weggevoerd in de trottoir. Ik denk dat als we dan een plek gaan zoeken voor de plaketten, dat het Bethlehemplein dan wel het meest geschikte locatie in de muur. Is. Ja, in de muur. Kan er wel bij. Ja, natuurlijk. Ja. Wel. Ja. En de jongens, gaat dit goed komen met met die plaketten? Ik vind het echt schandelijk. En hoe er ook over gesproken wordt. Maar dit moet nu echt goed komen. Hier kun je niet lichtzinnig mee omgaan. Nee. Als het gebrek aan historisch besef zo duidelijk aanwezig is bij een voetbalclub. Gauw weghalen die plaketten daar en wat Thijs zegt. Ja, in de muur. Het geldt niet voor de hele club. Maar voor de meidagen een mooie de mooie van de plek club, vinden. Arie Heijstek, de archivaris van de club, die heeft die plaketten ook gezegd. Van, ik ga ervoor zorgen dat hij dan... Ja, maar er zijn toch elementen binnen die club die dat niet zo zien. Ja. Nou, maar er moet voor de meidagen toch een mooie plek gevonden worden. Ja, en inderdaad, er moet gewoon een mooie plek gevonden worden. Ja, jongens, we zijn er door. Nog één dingetje, hè. De enige dag dat pa eitjes heeft. Hè? Eerste paasdag, paaseitjes. En ja hoor,
De burgemeester. Oh ja, het staat hier op tafel. Hè? Een klein kolfje, een eitje. Ja, dan komt er weer een schaapje. Komt er dan weer voor die kant. Ja, ja, hij twitterde dat er een tweede paaseitje neer is gelegd. Verwacht een tweede paaseitje. Nou, ik denk dan alleen maar bij mezelf. Nou, de burgemeester zit of ligt niet stil. Nou ja, ik ben blij voor de burgemeester dat er ook dingen zijn die niet online gebeuren in deze moeilijke tijd. Jongens, we zijn er door, hoor. Het is gewoon een man van een jong gezin. Ja, ik heb ook geen kritiek, hoor. Oh, al zeggen. Prima, ik vind het leuk nieuws. We krijgen een tweede kolfje in ieder geval. Ja. Volgende maand zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van Oude Jongens Krentenbrood. Blijft u schrijven. Handgeschreven brieven. Maar mag ook mailen. Is niet erg. We zijn er volgende maand weer. Tot dan. Ik vind het leuk voor hem, hè? Ja, dat ik ook. Dus ik heb hem nog gefeliciteerd zelfs. Dat is geinig. Ja, ik zit niet meer op Twitter. Ja, Twitter, dat is wel leuk, joh. Moet niet te veel doen, maar af en toe niemand meer op Twitter.